Aanstaande zondag staat Autowereld in het teken van de zakelijke auto en we rijden en onderzoeken meerdere grote of interessante spelers. Zo zie je de nieuwe Ecomotive Lease versie van de Seat Leon ST. Een ruime en sportieve station die toch goed is voor 14% bijtelling. Full LED verlichting, stoelen met Alcantara en leer, navigatie met spraakbesturing en 3 jaar gratis kaartupdates, Bluetooth, cruise control. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. We reizen opnieuw af naar de Autosalon van Parijs. Het epicentrum als het gaat om nieuws van Franse automerken. Daar duiken we in het zakelijke heden en de toekomst van Peugeot. Dat ook zijn vleugels uitstrekt in de wereld van de private lease. En de BMW i3 is al even op de markt, maar Autowereld had er nog nooit mee gereden. Hoe is zo'n elektrische BMW met 4 of 7% bijtelling in het dagelijks leven? We gaan er uitgebreid mee rijden en hem gebruiken voor ons alledaagse werk. Deze auto is namelijk anders dan al het andere dat te koop is. Het is fascinerend hoe vooruitstrevend deze auto is. Het lijkt dus een 3-deurs auto, maar heeft een trucje achter de hand. Als je bijvoorbeeld een ZZP'er bent, dan kun je deze i3 al rijden vanaf €299 per maand. Dat en meer zie je allemaal aanstaande zondag 5:30, RTL 7. Natuurlijk bij ons in Autowereld.